Meer dan 150 boeken op het gebied der medische en exacte wetenschappen worden aangeboden aan de bibliotheek der Leidse Universiteit. De waarde van dit geschenk bedraagt circa 2500 gulden, die werden bijeengebracht door particulieren en organisaties in de Verenigde Staten. Namens de CARE-missie in Nederland worden de boeken door de heer Wilson in de Senaatzaal overhandigd aan de rector magnificus der Leidse Universiteit, professor van Groningen, die voor het geschenk met enkele woorden dank brengt. De Leidse Universiteit is de oudste van Nederland. Toen Europa bezet was door de Duitsers, was zij de eerste die haar deuren sloot. Dit feit heeft in de Verenigde Staten veel indruk gemaakt. Daarom is zij thans de eerste die nieuwe studieboeken ten geschenke krijgt, opdat de achterstand die in de oorlog ontstaan is, zo spoedig mogelijk kan worden ingehaald. En daar zijn de professoren ook zonder toga heel blij over.